Ze vallen hier geregeld konvooien aan op een belangrijke doorgaande route. De Afghaanse overheid heeft hier nauwelijks voet aan de grond. Het is vroeg in de morgen na een nacht in de woestijn. Taskforce 55 maakt zich op om een vallei met Taliban-strijders in te trekken. De toon tijdens deze operatie wordt gezet als op de route een antitankmijn wordt gevonden en onschadelijk gemaakt. Nice! I like! Zullen we kijken wat er omlaaf komt? Misschien ook dan bij je. De Taliban zien de Special Forces aankomen. Ze hebben waarnemers in de bergen. Er wordt een mortier op de Nederlanders geschoten. Was dat rechts van dat boompje? Kijk maar, heel de M30. Ah, ze zijn even weggedoken. 5,5 kilometer ongeveer. Voor mij werd de mortier het net redden. De Nederlanders schieten mortieren terug. De reactie van de Taliban blijft niet uit. De masters liggen onder. Kijk, hij schoot je rammen met de schijf. Iedereen tjammer uit, hand houden. Mike, jullie kan nog een pad richting Bravo 2 uit. De vallei loopt globaal van noord naar zuid. Als je iets verder kijkt, zie je de compound. De huizen. Ja, op het moment is het redelijk verlaten. Er liepen net nog wat vrouwen en kinderen richting het zuiden. We zijn aan het pinpointen waar vandaan ze geschoten hebben. Dus het is even afwachten. Er wordt over en weer af en toe geschoten. Super 4-3, nummer 6, ben ik, clear hot. Saber 43, 10 seconds. 10 seconds, copied. Een onbemand vliegtuig schiet een Hellfire-raket af. Saber 43, good hit, stand by for assessment. Op 3-maal insurgents, confirmed enemy killed in action, stand by for grid. Afghaanse politieeenheden, beter getraind dan de normale politie, gaan op iedere operatie van Taskforce 55 mee. Zij trekken als eerste, met hun Nederlandse begeleiders, de vallei in. Bijna alle burgers zijn weggetrokken. Een enkeling is achtergebleven. De nacht wordt in de vallei doorgebracht. De Afghanen en een deel van de Special Forces is in de vallei getrokken. Anderen zijn op de bergen achtergebleven. Sofaka. De volgende dag worden diverse huizen doorzocht. Maar al snel wordt het vuur opnieuw op Taskforce 55 geopend. De andere positie die wordt op dit moment ook beschoten. Okay. Dus wat dat betreft, ze kunnen heel weinig, maar ze zitten in ieder geval hier nog wel. De operatie wordt in de loop van de ochtend beëindigd. Met name het doel van deze operatie was speciale verkenning uitvoeren. Wij kregen van ons hoge niveau te horen op basis van een bepaalde intelplaat dat hier een verdedigingslinie aanwezig was. Dus zijn we erop afgestuurd om te kijken of dat daadwerkelijk zo was. En daarbij het verstoren van het Taliban-netwerk hier in de omgeving. Hier komen geen andere eenheden. Hier komt geen Afghaans leger, geen Afghaanse politie. Hier is zelfs geen Afghaanse overheid. Het is typerend voor het werk van Special Forces om juist dat soort gebieden in te gaan. Er zijn verschillende Taliban-strijders gedood. Er is informatie vergaard. Special Forces kunnen zich opmaken voor een nieuwe operatie.